Ja. Is dat nu makkelijk? Ja. 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 De men om wat is gebeurd, zit je makkelijk over de steden. Voor de rest is dat gewoon gebakken gelijk. Een gewoon entrecote op zich. Let wel op, het zit een stuk rauwe vis in van binnen. Als je vlees volledig doorbakt, die dat spijtig is, gaat je oester ook heel droog worden. Als je vlees volledig bleu laat, heb je weinig effect. Dus eigenlijk, dat is de perfecte manier om dat te bakken, is saignant. Zelfs een tikkeltje meer. Is dat spijtig? Oh, ja, nee. Het is een dry age, het is een tussenripstuk, dus het bevat heel veel vet. Die zich ook mooi in het vlees gaat verdelen en je vlees altijd sappig gaat houden. Ja. Hoe meet u de temperatuur? Door daar een thermometer in te steken. Ik heb het nu niet gedaan, normaal er bestaan er thermometertjes in. Het beste is 52, 53 graden, kerntemperatuur. Voordat je weggaat... Sorry? Dan ga je niet erop loesten. De oester kan gaan tot 63 graden. En die gaat dan garen. Als die tussen de twee zit, begint die vast te worden. En het leuke daaraan is, veel mensen die graag een steak eten met merg, heb je zo dat mondgevoel van merg, dat is zo een beetje vettig. Die oester, die langzaam gegaard heeft, iets gevaster worden, gaat hetzelfde gevoel hebben in de mond. Van dat vettig. Ze zijn heel, nu beginnen oesters iets vetter te worden. Misschien later daar iets over. Je hebt oesters die melkachtig worden. Dat zijn diploïde oesters. Dat zijn oesters die twee set chromosomen hebben. Gelijk wij. Dat is normaal. Dat is normaal voor een oester. Nu in de kweek bestaan er... opkweken van oesters bestaat er een manier om die triploïdes te maken. Dat ze drie chromosomen hebben. En bij gevolg ook steriel. Dus maken ze geen melk aan. Dus mag je die heel het jaar door eten. Het wordt gezegd vroeger oesters maanden met een R en de rest niet. Dat hangt er vanaf. Ik heb hier gekozen voor een oester die redelijk vol is. Ondertussen is mijn vlees een beetje aan het rusten. Het is altijd goed een uurtje of twee vlees na het rusten dat weer kan ontspannen. Als je oester open doet. Dat is een klein detail. Het allereerste water dat je hebt is zuiver ongefilterd zeewater. Ik kap dat weg. En hetgeen dat erover blijft, is het water in de oester. Ik vertel dat straks aan die kant. Als je oester open doet, oester eet langs deze kanten. Dat is haar eerste filter. Hier zit de maag. Ja, en dan gaat dat, onder andere het water gaat terug naar hier. Het poepgaatje komt er allemaal langs hier. Ja, dat moet ook zijn. Hè? Anders blijft die maar groen en er komt echt ook al het slechte voorbij. Dus die filtert enorm veel. Al het water die erin zit, is al gefilterd. Wil dat zeggen dat al het slechte uit het water eruit zit? Nee, als de zeel vervuild is, hebben we dat wel zware metalen, maar het meeste is eruit. Dat blijft, dus het water dat je hierin hebt, is redelijk gezond. Je gaat dat zien, die oesters zijn nu al redelijk geslachtsrijp. Heeft heel veel van dat wit aan. Is dat slecht? Nee. Sommige mensen hebben dat niet graag, want dat is iets vetter en dat heeft meer koolhydraat. Ik vind dat op dat moment, voor deze bereiding, vind ik het beter. Gewoon om naar dat merggevoel te gaan. Ik vind het leuker om iets een beetje vetter in mijn steek te zitten. Is dat belangrijk? Nee. Je kunt daar verschillende... Moet iemand een oesterk hebben? Nu krijg ik dus tijd voor mijn vlees te versnijden en een keer te laten proeven. Ik heb één keer vergeten. Ik heb die mooie klomp boter hier. Heb ik vannacht gerookt. Green egg. Mijn boter erop. Je hebt zo van die serpentijntjes waar je rookmot in kunt toevoegen. Je doet er een kaarsje onder. Na een kwartiertje dat kaarsje weg. Je zet je boter erop. Je hebt één groot probleem. Je oven gaat aan een temperatuur geraken van om en bij de 30 à 40 graden. Als je daar vis in gaart, is dat geen probleem. En je vis in rookt, is dat geen probleem. Vlees nog minder. Je boter, je smelt. Je moet een klein trucje. We gaan naar de koolruit. Koop ijsblokjes, zo'n zak ijsblokjes. Je zet een bakje in een bakje, je maakt een bain-marietje met ijs in de plaats van met warm water en leg die boter daarin. Dan maakt dat je, als je na 4 of 5 uur roken,
je ding is, je boter nog hard is. Anders heb je gesmolten boter. Dat gaat ook een rooksmaak hebben, maar iets minder. Het is altijd leuk om te maken, je zit vaak in een plastieke zakje in de diepvries, als je er veel maakt. En als je in de winter wilt barbecuen en je hebt nog geen green egg gekocht, dat in je pan of zo een beetje van die boter op je vlees, smaakt gelijk barbecue. En dan koopt de ene zo van die bonterkrijg van Chris Anders of zijn broer. Zoals beloofd, hè. Het is niet verveeld, gescheurd, je vlees niet kapot, haalt niks weg. Het enige dat ik doe, ik heb nu meer of ene moeten bakken. Dus ik probeer voor mijn eigen gemak er altijd vier in te steken. Dan weet ik dat er straks niemand een graat heeft. Er zit wel vis in, maar het zit eigenlijk geen graat in mogelijk. Dat heb je ook al gesneden. Dat kunnen we laten zien. En weer broodjes. Bakvlees is precies? Wat zeg je? Bakvlees. Dat is een rund uit Aubrac. En dat is... Aubrac is een kleine rund uit het Massif Central in Frankrijk. Dat is een rib eye, dat is een stuk van de rib. Iets meer vet aan, zonder het been. En het is 4 weken gerijpt. Dat wil zeggen dat er 15% vocht uit het vlees verdwenen is. Dat is gelijk van een centimeter. En wat wil je doen met de boter precies? Zo? Hè? Wat wil je doen met de boter precies? Telkens op de... Waarom zat die boter in? En wat we... Wat mag er in het voor? De oester. Die moest er zitten in. Je weet ook wel eens de oester bij te geven. Dat zit er toch wel. Wat vlees eigenlijk?